Nou mensen, welkom weer bij, het is echt geen vlog. Ik heb een paar vraagjes aan jullie, misschien dat jullie me toch kunnen helpen. En ik zal hieronder eventjes mijn e-mailadres eventjes plaatsen. Want ja, ik heb toch wel wat vraagjes aan jullie en misschien dat iemand het weet. Ik heb vandaag een gesprek gehad bij de opgang in de kerk. Ik ga geen namen noemen of wat dan ook. Ik zal bij deze... Zal ik het openbaar zeggen? Sorry voor alles wat ik ook heb gedaan. Ja, het is niet anders. Ik krijg zelfs geen kans om het om gewoon fatsoenlijk afscheid te nemen van die tieners. Oké. Dan zit ik met het volgende. Ik moet heel veel vlogs, tenminste dat willen ze graag, verwijderen. Weten jullie toevallig of, hoe bijvoorbeeld Petje Af werkt? Hoe die website werkt? Ik heb wel al gekeken, ik heb al deels ingevuld. Dat bijvoorbeeld, daar kan ik ook vlogs online voor mij zetten, weet ik veel hoe dat zit. Als jullie daar informatie over hebben, dat zou ik heel leuk vinden als iemand dat wil mailen naar mij. En ik zal dan nogmaals het mailadres hieronder zetten. En ja, want ik word op allerlei dingen word ik gevolgd. Ik heb wat op Marktplaats staan en dat had ik gekregen. En ja, dat word ik ook op gevolgd. Dan hebben ze liever dat ik dat eraf haal. En nogmaals, ik ga niks verkeerd zeggen. Dus ik zeg niks verkeerd, want ik weet dat ze dit ook gaan kijken. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld van Petje Af of wat dan ook iets kennen, of hoe jij IP-adressen blokkeert, ik heb gewoon jullie hulp nodig. Dus wie daar verstand van heeft, dat zou ik echt, echt heel erg waarderen. En dat mogen jullie dan eventjes mailen naar het mailadres wat er nog een keer hieronder komt. Dus nogmaals, ik heb gewoon een gesprek gehad. Ik ga er niks over zeggen, maar ze willen wel dat ik allerlei dingen eraf haal. En ik heb ook een paardrijvlog erop gezet, twee zelfs, van een meid die bijna 18 is. Hoe moet ik daarmee aan? Al dat soort dingen. Dus ik heb gewoon een normale vraag, dus ik zeg niks verkeerds. Nogmaals, ik zeg niks verkeerds. Maar ik heb wel een vraag aan jullie hoe ik dit het beste kan aanpakken, of via Petje Af zoiets, of via IP-blokkades, of hoe kan ik zoiets doen? Want ik kan gewoon niks meer plaatsen, want ik moet nu wel 40 vlogs moet ik wel verwijderen, want er is overal wel iets met de tieners. Dus ja, dat is onbegonnen werk. Dus ik heb dus de vraag aan jullie of jullie me daarmee kunnen helpen. Een van mijn nu 126 volgers. Dat zou ik super waarderen. En verder wens ik jullie allemaal een super goed weekend. En dan zien jullie mij weer bij de volgende. Dus mensen, een super goed weekend. En alvast heel erg bedankt voor jullie hulp. Wat ik jullie net heb gevraagd. Nou mensen, tot de volgende.